verhalen. Mamma mia. We in here! Stijn. Producer Stijn houdt de kunst van het samplen in stand. Met zijn edits en remixes op Instagram geeft hij freestyles en 101 Bar Studio Sessies een tweede leven. Ik ben de beste in mijn soort. Je wilt de laatste woord, ik zorg dat dit je laatste wordt. Een reis gegoten in de buurt, ik zal geschoten. Ik ben niet op Scheveningen, ook al is het summertime. Maar Moula Bees met die Johnny's op Oranjeplein. De Amsterdammer bracht onlangs zijn album Ordo Ab Keo uit met hierop grote internationale artiesten. Flowers on the nightstand, I thank you Mr. Flowers. Wij zochten Stijn op voor een lesje sample flippen. Er al lang moeten zijn met die rap, maar de dingen die ik rap weet ik echt. I take in and see the hero thing, perfect as forget my name. Now I got a block of spam, man, I want me a bill. All my niggas, die zijn fiends, geslaafd. Niemand hier zit helder. Wavy. Ik ben Stijn. Vandaag zijn we bij Concerto. En we gaan even een plaat, het liefst een soulplaat, uitzoeken. Om on the spot even een remix te maken, man. Dus let's go. Ik maak sowieso al remixes sinds, ik denk de eerste dingen die online staan van mij op mijn YouTube-kanaal van way back. Dus ik heb altijd al een liefde gehad voor remixes. Op een gegeven moment een vriend van me uit de UK, Rego, die had me laten zien hoe je van elke track gewoon een a cappella kon maken. En toen dacht ik van wauw, dus nu kan ik iedereen gewoon op mijn beats eigenlijk krijgen. En toen dacht ik, je hebt knowledge in Amerika. En je hebt Wise volgens mij in de UK. Die doen dat ook allemaal, maar dan alleen Amerika of alleen UK. En toen dacht ik, ja, in Nederland bestaat dat gewoon nog niet. Dus laat me gewoon even het gat in de markt opvullen, man. Ik ben alert, ik ben scherp. Mokramini, je hebt net rotjo aan het werk. We denken van één, deze game is te sterk. Mensen praten veel shit. Ja, echt de eigen manier van sample flippen heb ik ook gevonden na al die jaren. Waardoor ik het ook echt eigen kan laten klinken. Dus ik denk dat het gewoon... Het is gewoon Stijn, man. Stijn. Als ik de artiest niet ken, kijk ik een beetje naar de cover. Elke mis zegt ook, als er een naakte vrouw op staat, is het meestal wel een banger, man. En daarnaast kijk ik naar jaartal. Als het zo rond 70's is, voor soul is dat de beste tijd in mijn ogen. Dit is bijvoorbeeld uit 1990, dus synthesizer is al wat logischer dat het hierop gebruikt wordt. Het is ook gelijk een stuk minder interessant om te samplen dan voor mij in ieder geval. Tja, voor je dit of dat, het kan geregeld worden. Jongen, vos, ik deel die M's met mijn M-doekers. Gucci, Gucci, Louis, Polo, Prada. Meer money, de motto, we willen rijk worden. Alles man, ik zit die pakjes. Beter speel je geen money reus. Beter klap voor die money race. Ik heb ze laat voor je fucking neus. Op de street, geen ingenieur, geen advocaat. Ik heb advocaat. Ja, kijk, de edits die ik doe, is de remixes. Het is echt gewoon voor mij nostalgie. Ik denk dat ik zelf, ik vind die van Ronnie Flex en KM, die ik ren naar de bank, cash out. Ik ren naar de bank, cash out. En vlieg naar de club, dit meisje weet. Ik denk. Dat is een van mijn favorieten, denk ik. Die werkt gewoon echt super goed. Klinkt gewoon als een R&B pokoe. Nostalgie keer nostalgie is bijna negatief keer negatief wordt positief. Het wordt bijna the future daardoor. Dus ja, man. Ik hoor je praten over eten, maar geruchten zijn je goud niet. Met Noord-Afrikanen, maar we spitten nu op goud. Beach, maar peper hoef je zout doet. Als je mij met je vrouw ziet, dan heb ik vast echt genoten. Maak die maar, ik trouw. Ik heb ook echt meer waardering voor bepaalde rappers gekregen door die edits te maken. Omdat je gewoon, bijvoorbeeld een Boef of zo. Ik ben zelf niet zo heel erg fan van die beats waar hij op rapt. Maar als ik hem dan op zo'n beat hoor, dan is het zo van, hè? Hij heeft echt bars gewoon. Toen pas besefte ik het. Ewa, Algerijn, maar ben geboren in Frankrijk. Dat is de reden dat ik hier geen fucking kans krijg. Hier moet je blank zijn, zo worden lijkt wit. Want ik pleeg het koekoe met een masker en ik lijk wit. Ik ken deze persoonlijk nog niet. Ik heb ook een paar andere platen van hem, die werken wel heel goed.
Ga even checken wat hierop staat. Was it right? Love a stranger. Ja, maar dit komt wel in de buurt, man. Dit is wel een van deze track. Kan ik op zich wat mee. We gaan nog even verder checken of er wat beters op staat. Maar dit klinkt al veelbelovend, man. Zij zijn heel sick. Sicke band uit Philadelphia, I guess. Ik ben al benieuwd hoe die plaat thuis gaat klinken. Want ik heb ook wel vaak gehad dat ik hier iets luister en dan kom ik thuis en dan hoor ik het gewoon niet eens meer. Omdat je dan ook alweer in een andere vibe zit. Maar ik denk dat het nu wel goed komt, man. Het is hem geworden, man. Nu gaan we even naar mijn studiootje. En dan gaan we even flippen, man. Ik heb laatst een album uitgebracht en het heet Ordo Ab Chao in het Engels. En het is Latijns voor order uit de chaos. Ik heb het zo genoemd omdat ik het gecreëerd heb in de pandemic voornamelijk. In de lockdown, wat voor mij een hele chaotische tijd was. En ik denk voor meerdere mensen ook. En probeerde daar een soort van orde uit te maken uit die chaos. En ik ben toen gewoon in mezelf gekeerd en een beetje terug naar de kern van waar ik ben begonnen met gewoon meer oldschool sample-based hip-hop en veel Amerikaanse hip-hop. Op mijn album staan Lil B. I got more debits to debit, got more credit. Elijah Waters. You got some good ones. You got some good ones. The God Fahim. I made it from the bottom, I did it. You can't walk in Fahim shoes, only I fit it. T3 van Slum Village. Focus, focus, I'm hella focused. It's getting magical. This microphone that I'm turning on. Elder Sensei van Artifacts. Verbally, surgically sound. Nog meer, Rego. On the main road, looking for your man in plain clothes. But I keep it tight like Kane Bro. En mijn vader zat er ook op. Ik denk dat track 6 goes a long way met The God Fahim. Ik ben wel echt heel trots op die track, ook omdat die beat een van mijn favoriete beats is die ik ooit heb gemaakt. Wat hij gewoon op die track gedaan heeft, ja, ik weet niet, het paste gewoon perfect voor mij. Het was gewoon echt een van de beste tracks die ik ooit aan heb gewerkt, voor mijn gevoel ook. Gaan we dan even kijken, volgens mij was het deze kant. Ik denk dat het beste manier om mijn album te luisteren is wel als je gewoon on the road bent of onderweg naar iets. Het is ook maar ongeveer een half uurtje. Dus als je gewoon een bepaalde reis hebt waar je gewoon lekker in jezelf met oortjes kan keren. Of in de auto of zo. De feeling die ik met het album probeerde neer te zetten is wel echt het puurste wat ik vanuit mezelf kon maken. Dus het is echt, ik probeerde echt mijn stempel erop te zetten. Echt een eigen wereld te creëren ermee. En daarom loopt elke track ook in elkaar over. Het is gewoon één lange mix. Het is niet echt bedoeld om los te luisteren, die tracks. Het is meer om echt als een soort journey te luisteren. Ik ga nu even a cappella van Aerobi zomersessie 2017 eventjes in FL zetten. En dan ga ik even kijken wat het BPM is van die originele pokoe. En dan ga ik die sample flippen eronder. Ik zie mannen voor de pauze. Hou die motherfuckers pauze. En ik heb geen matties, ik alleen maar brouws. Je wil praten en dit is vijf shot. Die maakt je kaal, net en barroos. Gek zwijnen voor de stress. Gek spaal in de pack. Aha. Hou die motherfuckers mee. Jongen. Ik zie mannen voor de pauze. Ik zie mannen voor de pauze. Ik heb niet echt Nederlandse featurings op het album. Omdat ik wilde echt iets creëren wat ik vroeger zou kopen als jongen die dan naar de concerto of naar de Fame ging om cd's te zoeken. En ik wilde ook dan voornamelijk Amerikaanse artiesten erop hebben. Gewoon mensen naar wie ik die tijd ook al luisterde. Ik zou wel graag nog, als ik echt internationaal kijk voor dit soort beats die ik maak, die soul sample beats, zou ik wel heel graag met Ghostface Killah of Raekwon willen werken. No shit, you wanna call it shit. I don't know the question.
even kijken of ik wat drums onder kan leggen. Robby, motherfucker, mij. Jongen, jongen, naar de top. Ik zie mannen voor de pauze. Ik zie mannen voor de pauze. Ik wil graag wel verder gaan gewoon in die soul beats en zo. Ik heb ook al het volgende album klaar. Dat is wel alleen instrumentals. Maar daarnaast werk ik ook met een paar artiesten aan wat projecten dat ik alles produceer. Ook met dat soort beats. En ik wil ook wel een Nederlandstalige album maken op deze manier. En I guess alle mensen die ik geremixed heb, lijkt me ook vet om met hun gewoon nieuwe shit te maken. En ja, gewoon te kijken wat daaruit komt. Want ik denk dat het wel bij elkaar past. Het matcht met elkaar, dus het lijkt me hard om gewoon te kunnen kijken wat je, als je de koppen echt bij elkaar steekt, wat je dan kan maken. Je wil niet eten, je hebt kleine macht. Je was er niet, je wilt er nu zijn. Gekke kans dat dat moet zijn. Je denkt dat we moos zijn. Rennen, rennen, mat is vida. Heb je chance, ga een ship ha. Veel vloot, lekker varen. Ik kan niet zomaar met je varen. Heeft te maken met vertrouwen. Bitches willen trouwen, maar ik geef ze lust. Plank gaat flinker, baas, schot, hoe werd mijn vrouwen, maar ik geef ze lust. Ja, man. Dus heb net even Aerobi weer. Zomersessie is het eigenlijk, wat is het? De zomersessie van Aerobi 2017 geflipt. 3 beats van 1 plaat. Aerobi, motherfucker, mij. Jongen, jongen, naar de top. Ik zie mannen voor de pauze. Ik zie mannen voor de pauze. 101 Bars, bedankt voor met mij op deze warme zomerdag mee te kijken hoe ik deze plaat heb gesampled. It was a nice ride, man. Check mijn album. Out Everywhere, Ordo FKO. En ik denk dat ik nog even een paar beats van deze plaat ga maken, want ik hoorde nog wat andere dingetjes daar zo. Hey, later. Jongen, jongen, naar de top. Ogenloos zien we ja, machete zien we ja. Reach, reach, zie we ja. Ik ben aan het niveau. Vraag het koes, vraag het mouw. Vraag het tip, vraag het hekim. 22 best stacking. Neuken daarna wegsturen. En hoeveel op de